ik zit hier nog steeds naast Jan Doensen. Naast organisator van de Halloween Horror Show. Ook oprichter van het productiehuis House of Nether Horror. Jan, ik zag op de website van House of Nether Horror het statement staan dat heel veel invloedrijke regisseurs zijn begonnen in de horror. Polanski, Lynch, Peter Jackson. Waarom is horror zo'n vruchtbaar genre? Nou, om het even heel plat te zeggen. Je hebt niet zoveel nodig voor een horrorfilm. Je hebt bij wijze van spreken een stel tieners in het bos nodig. Een man met een hockeymasker en een fles kunstbloed. En je bent al vertrokken, weet je wel. Nou, voor Polanski en David Lynch ligt dat natuurlijk wel iets genuanceerder. Maar voor het horrorgenre heb je in principe geen grote sterren nodig. Of ook niet per se hele dure special effects. Dus het valt goedkoop te maken. En het valt in principe ook makkelijk te verkopen. Dus, want horror is een genre wat, zeg maar, als je in Nederland bijvoorbeeld een film als Hartenstraat maakt. Die wordt niet heel makkelijk internationaal verkocht. Maar als je een Nederlandse horrorfilm maakt, dan kan die wel de grens over. Omdat in het buitenland kijken ze niet naar de acteurs, maar ze kijken gewoon, is het een lekkere horrorfilm? Dus daarom is horror een interessant vertrekpunt. Mm-hmm. Ze kijken dus niet naar de acteurs, maar hier in Nederland in ieder geval lijkt het toch een soort niche-genre te zijn. En hoe komt dat dan? Is dat als gebrek aan grote namen? Ik moet natuurlijk heel erg uitkijken met wat ik nu ga zeggen. Want voordat ik de pool had geproduceerd, durfde ik van alles nog wat te beweren. En daar moet ik nu een stuk voorzichtiger mee zijn. Want wij hadden grote namen. Of wij hebben grote namen. Bijvoorbeeld Gijs Scholte van Aschat. Een van de meest gerespecteerde theateracteurs, moet ik er dan wel bij zeggen, van Nederland. Karien Krutsen, idem dito. Maar dat zijn, weet je wel, geen Barry Atsma en Carice van Houten. En dat zijn echt acteurs die bekend zijn van film. Dus daar heb je al meteen een probleem. In Nederland is horror zeker een niche-genre. De enige regisseur die iedere 5 jaar bijna met een succesvolle horrorfilm komt, is Dick Maas. En andere voorbeelden van het horrorgenre zijn over het algemeen toch niet zo succesvol. Dood Eind, Slachtnacht, Zombibi, Zwart Water, De Pool. Alhoewel wij artistiek gezien wel succesvol waren. Want we hebben over het algemeen hele positieve recensies gehad. Gouden Kalf gewonnen voor beste geluidsontwerp. Maar het publiek bleef weg. En het publiek dat kwam was op zijn zachtst gezegd verdeeld. Dus we hadden heel enthousiast publiek. En we hadden publiek dat het echt helemaal niks vond. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat het Nederlandse publiek heeft inmiddels, zeg maar, de romantische komedie geaccepteerd. Dus je komt met Hartenstraat en het is een succes. Je komt met Verliefd op Ibiza en het is een succes. Toscaanse bruiloft, idem dito. Dat werkt. Dat is geaccepteerd. Je hebt de jeugdfilm die het in Nederland altijd goed doet. De Carrie Slee-achtige films, dat is dan weer voor een iets ouder publiek. Die doen het ook goed. Documentaires hebben hun vaste publiek in Nederland. En dan houdt het eigenlijk wel op. En genrefilm in het algemeen in Nederland is gewoon onontgonnen gebied. En niet alleen horror, maar bijvoorbeeld films als Plan C of Blackout. Twee, wat mij betreft, zeer geslaagde genrefilms van de afgelopen jaren hebben het totaal niet gedaan in de bioscoop. Dus ja, ik denk dat er eigenlijk niet aflatend aan getrokken moet worden om het Nederlandse publiek duidelijk te maken van, in Nederland kunnen goede genrefilms worden gemaakt. En als dat één keer geaccepteerd is, ja, dan denk ik dat er veel meer belangstelling zal zijn. En jullie proberen daar een steentje aan bij te dragen met House of Nether Horror. Ja. En wat is de noodzaak om een productiehuis te maken dat specifiek op horror gericht is? Nou, dat is wat mij betreft een hele persoonlijke noodzaak. Ik ben mijn hele leven lang al gefascineerd door het horrorgenre. En ik ben ook al jarenlang op allerlei manieren toch wel bezig met te proberen films van de grond te krijgen. En op een goed moment dacht ik, ik ga dus niet, bij wijze van spreken, eerst een succesvolle romantische komedie produceren, om dan daarna iets te kunnen doen wat misschien onzekerder is. Weet je wel, een horrorfilm. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. En ik ga me gewoon focussen op wat ik belangrijk vind. En dat is het horrorgenre helpen emanciperen in Nederland. En dat heb ik. Ja, ik ben begonnen als filmjournalist. Ik heb veel geschreven over horrorfilms. Gewoon
met een positieve insteek. En in de tijd dat ik begon, waren er bijna geen filmjournalisten die iets positiefs te melden hadden over horror. Dat is altijd heel denigrerend. Als je ziet hoe de eerste films van David Cronenberg of zelfs The Exorcist, toch een meesterwerk, nietwaar, hoe die werden neergesabeld of op een kinderachtige manier door de pers werden benaderd. Ja, daar ergerde ik me wild aan. En je hoort, we gaan heel ver terug, maar ik ben zo in de jaren 80 zelf begonnen te schrijven. En ik dacht, ik ga gewoon deze films proberen te verkopen en proberen te aan de man te brengen. Daar zijn toen de festivals uit voortgekomen. Dat ik dacht, waar moeten de mensen in Nederland de films dan zien? Nou, dan moeten we dan moet er maar een festival komen. En nu denk ik van, ik ben een enorme fan van Dick Maas. Maar ik vind dat er ook meer, er moeten ook meer makers een kans krijgen om dit soort films te maken. En die makers in Nederland, die lopen nogal verloren rond. Die kunnen vaak geen producent vinden die enthousiast is over het horrorgenre. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik me daar maar voor in gaan spannen. Over nederhorror, u noemde het net als Dick Maas. En zeker bij films als Sint, maar ook bij Zombibi, lijkt het alsof Nederlanders toch moeite hebben met oprecht horror maken. Dat is snel al neig naar een soort lichte camp of met een knipoog. Herkent u dat? Ja, dat was van de vorige aflevering. Ja, dat herken ik zeker. Ik denk dat, kijk, het doelgroepdenken is in de Nederlandse filmwereld inmiddels ook volkomen gangbaar. Weet je, je moet altijd uitleggen voor wie maak je die film. En dan moet je heel erg je best doen om dat publiek binnen te halen. En laat ik zeggen, Dick Maas die weet altijd zijn horrorfilms, bijvoorbeeld Sint, ook humor mee te geven, ook actie mee te geven, zodat hij zeg maar ook meteen in een aantal genres eigenlijk kan scoren. En dan is het natuurlijk nog eens een keertje Sinterklaas, wat ook gewoon cultureel erfgoed is hier. Maar Zombibi, ja, de eerste Nederlandse zombie was dat. Hè? Dus dat was heel nadrukkelijk een horrorfilm en een zombiefilm. Wij wilden dat niet, in ieder geval niet met de pool. En wij wilden gewoon een eigenzinnige horrorfilm maken. En niet eentje die heel hard boe roept. En niet eentje die heel bloederig is. Maar gewoon een film die rustig onder je huid kruipt. En daar komt ook best wel humor aan te pas. Maar dat is niet de in-your-face humor van bijvoorbeeld Zombibi. Maar dat is een bewuste keuze. Daarmee zeg ik niet dat ik Zombibi niet waardeer. Want dat vind ik een hartstikke leuk film. Daar nog over. We zagen al, een van de grootste afnemers van horror in de wereld is de Latijns-Amerikaanse wereld. Omdat je daar natuurlijk een soort rare kruising hebt tussen katholicisme en volksgeloven. Wij zijn in Nederland volledig geseculariseerd. Waar zijn wij nog bang voor? Jee, wat een ingewikkelde vraag eigenlijk. Waar zijn wij nog bang voor? Ik denk dat in Nederland, doe je al gek genoeg. Dat is hier zo'n beetje volkswijsheid nummer 1, weet je wel. Dus het kost heel veel moeite om dingen te doen hier die out of the box zijn. Maar ondertussen denk ik dat de gemiddelde Nederlander, inderdaad, als je het vergelijkt met Zuid-Amerikaanse landen, dan is hier misschien zijn de Nederlanders wat nuchterder en daardoor wat misschien wat minder gevoelig voor, films die over duivelse bezetenheid gaan of zo. Maar alle horrorfilms appelleren uiteindelijk aan dezelfde soort angst. En dat is toch de doodsangst. En die heeft iedereen. Of je nou in Brazilië woont of in Nederland. Dus uiteindelijk de fundamentele beginselen of principes van het horrorgenre zijn altijd hetzelfde. En je moet er volgens mij iets bij zoeken wat specifiek bij de eigen cultuur hoort. Dus wij hebben bij House of Nether Horror, met de pool en ook met de films waar we nog mee bezig zijn, geprobeerd om typisch Nederlandse thema's erbij te halen. En weet je wel, kamperen, low-budget vakanties. Dat is wel, dat hoort wel een beetje bij Nederland, geloof ik. Over de plannen. De pool is nu uitgekomen. Het eerste deel uit vier van elkaar losstaande horrorfilms.
Kunt u wat vertellen over de volgende drie? De volgende film die we nu gaan maken is Nieuw Bloed. Dat is een vampierfilm van de makers van Slagnacht. Dat wordt wel een wat, zeg maar, wat plattere film, als ik het zo mag noemen, dan De Pool. Gewoon, dat moet echt een achtbaanritje worden. Met lekker veel actie. Dan, daarna weet ik nog niet wat de volgende wordt. Maar de twee films die we dan nog in dit pakket hebben zijn Een Spookverhaal in het Duister van Mark Wijstra. Dat is verder in het algemeen in de Nederlandse filmwereld nog onbekende maker. En Bijlmer Voodoo. En dat moet de nieuwe film worden van Erwin van Eshoff, een van de regisseurs van Zombibi. Dat zijn ze. Oké, bij Bijlmer Voodoo moet ik dan denken aan een soort kruising tussen Zombibi en Alleen maar nette mensen? Of wat wordt het voor je? Nee, dat dus niet. Ik kan me voorstellen dat je daaraan denkt. Maar het is een... Het is een beetje een old school zombiefilm. Dus er zitten zombies in. Maar dan meer... zeg maar zombies à la I Walked with a Zombie. En dat is een hele oude klassieker. En er zit voodoo in. Als afsluiter, heb je nog een goede horrortip voor wat het komende jaar uitkomt? Nou, ik schrijf altijd in mijn mobieltje titels op als ik denk, hey, die moet ik even in de gaten houden. En één titel waar ik erg naar uitkijk, die draaide in Cannes op de markt. Dat is It Follows. En die gaat begin volgend jaar uit. Ik denk dat die op het Imagine Film Festival draait. Dus ik heb hem niet gezien. Ik weet er weinig van, maar iedereen heeft het erover in horrorkringen. It Follows. Nou, dan gaan wij hem met Nieuwe Wets ook volgen. En hou ons toch op de hoogte. En heel erg bedankt, Jan.